Ik ben René Herlief. We zijn binnenkort met 8 miljard op deze planeet. Het is mijn levenswerk, de mens, zoals we die kennen op vandaag, te portretteren. Het gesprek komt meestal op gang met de vraag: wat is jouw droom? Zo duik ik in de grootste bibliotheek ter wereld en ondertussen, niet onbelangrijk, krijg ik de kans om een tekenstijl te laten evolueren. Ik ben benieuwd. Jelle? Ja, hallo. Ik ben René. Dag René. Hoi Jelle, aangenaam. Ik ben benieuwd. Ik ook. Ik weet totaal niet wat ik moet verwachten, maar... Mijn insteek is dat ik zoveel mogelijk mensen wil portretteren. Dus we zitten met 8 miljard. Hier zit dat jentje van. Dus die gaat in mijn blad komen en toen heb je al bijgedragen aan René en Leef. 8 miljard bladeren. Ja. Dan gaat dat wel printen. En de vraag wat we kunnen rondhouden is wat dat jouw droom is. Droom? Goh. Amai. En dat is mijn favoriete liedje, dus let's vibe. Mijn droom, amai. Nu moet ik wel een keer denken. Oh, je weet. Wat is die laatste droom die je had hebt? Blij zijn. Nee, dat is super goed. Ze zijn nog niet aan het zijn. Ja? Vrij, ja. Maar het lukt wel, vind ik. Ja, we geraken dus. En het lukt wel. Het is hier wel lukt. Vooral door hier in Brugge bezig te zijn. Like Villa Botza bijvoorbeeld, Entrepot. Een beetje... ja, dat is meegeven aan de cultuur dat je doet. Hè. Gewoon een kleine, hier een keer helpen en je leert dan mensen kennen en je leert dan heel veel mensen kennen. En die mensen maken je dan gelukkig en die plekken maken je gelukkig. En ja, het zijn gewoon, ja, denk, geluk is een collectie van al die kleine momentjes en al die kleine mensen. En ja, vandaar komt dat, denk ik. Bij Villa Botza nu al, denk bijna een jaar nu binnenkort. Ja, ik ben er 2 maanden een jaar. Dus. En wat is de laatste dat je hebt gedaan? Hoe dan? Convoy, dat is het laatste dat we hebben gedaan. Ja. Dat was heel leuk. Ja. En wat vond je? De Max, dat was gewoon... Het festival zelf was mega leuk, maar ook de opbouw, hetzelfde met Signaal, dat is gewoon... Alleen, we gingen dan naar het Entrepot en dan zaten we te bouwen aan de site en aan die boot en aan de tribune en dat is zo, ja. Je komt allemaal samen in je vrije tijd, vrijwillig. En ja, dat is gewoon op het gemak bouwen dat je doet. Een beetje, ja, dingen zagen, boren en babbelen, muziek. Ja, dat is gewoon leuk. En dan uiteindelijk is het festival daar en dan is dat zo... Villa Botza terechtgekomen? Via? Gewoon een mailtje gestuurd naar Neil, omdat ik zag dat hij mensen zocht. En ja, hij zei dat ik een keer mocht komen en dan heb ik een show gedaan en dan ja. Sindsdien zat ik elke dag in Villa Botza. Ja, en wie van Brugge dan zelf? Ja, ik woonde eerst in Sint-Kruis, maar nu ondertussen woon ik al samen met Neil. Dus ja. Veel creativiteit. Veel creativiteit. Ja, 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 heel veel, heel veel. Het is heel tof. Het is veel muziek, veel tekenen, veel ja, creatief. Ja, tekenen. Dus ja. Wil je mee zien? Ja, ik wil dat wel een keer proberen. Ja, ik wil dat wel een keer proberen. Nice. Ja, ik vond dat wel altijd tof wat ze dat doen, maar gaat dat in elkaar inspireren, nee. Ja, ik kan kiezen. Ik ga dit gaan. Duidelijk. Oké. Het is wel lang geleden dat ik nog heb snel geschetst, dus ik ga mijn best doen. Nu is het een beetje te klein met die eentjes. Ik weet niet hoe dat moet tekenen dat je zo naar beneden kijkt. Ja, ik ga inderdaad wel wat een beetje bewegen. Ja. En wat teken je dan? Met die
Meestal gewoon... Ik vind het leuk om een lijn te zetten en van daaruit te vertrekken. En dan zien we wat er daaruit komt. Soms vind ik het leuk om zo monstertjes te tekenen of snelschetsjes hier en daar een keer. Nee, gewoon hersenkakjes noem ik het. Gisteren zaten we in het concertgebouw voor Collab. Dat was zo'n projectje. En daar heb ik ook wat met Theo die hier zit, Theo Colli. En met David, die zit hier ook. En met Lauren Dolly hebben we gewoon iedereen wat visuals gemaakt voor de kunstenaars, de muzikanten die daar dan muziek aan het spelen waren. Live. En ik heb gewoon de mensen die aan het spelen waren zitten tekenen. Dat was wel leuk om nog een keer te snel schetsen. Maar ik moet dat meer doen. Ik kan er nog van genieten. Ja, ik vind dat juist omdat jullie kunnen aanwezig zijn, maar gewoon wat niet echt aanwezig zijn. Ik heb mij gaat kijken en je eigen gedachten gaan volgen. Ja. Er is hier zoveel te doen, ik vind het echt leuk. Ik heb nog niets te zien, joh. Ik ben hier vanavond toegekomen. Ik vind het wel spannend dat het terug in bed zou gaan. Ik heb het gezien, Dat is van Daniel Jones. Dat is een artiest. Ja. Dat is diezelfde. Ja, ik heb dezelfde niet betekend, maar dat is... Die benaming is van een artiest, Daniel Johnson, en die heeft ooit een tape gemaakt in zijn garage met alleen hem en zo'n orgeltje, een elektrisch orgeltje, en dat noemde Hi, How Are You? En hij heeft die tape dan constant herdrukt en die werd in de McDonald's en die stak dat in de bestellingen van mensen en zo is dat rond te spreiden. En het verste dat hij is geraakt is Kurt Cobain is nog gezien geweest met een t-shirt met Hi, How Are You erop. Ja. Mega leuk. Hoe langer dat je wat bezig zit, hoe beter dat lukt.